Nou, u heeft al een preview gezien wat gaat komen. Ja, mijn onderwerp is doping in de sport. Deze had u al gezien, maar waar komt mijn interesse vandaan? Voormalig schaatser geweest, in 1975 op het podium in Oslo wereldkampioen geworden. En in de zomer fietste ik als amateur, als training. Dus ja, kom je in de wielerkringen terecht. En ik zag daar heel veel, ik hoorde af en toe allerlei geruchten. Ik studeerde geneeskunde in die tijd. En ja, was natuurlijk vooral geïnteresseerd in of al die verhalen, al die verwachtingen, wat er nou van klopte. Nou, literatuur gaan zoeken, die was er in die tijd moeilijk te vinden. Bovendien, er was toen nog geen PubMed en geen computers, dus het was lastig. Ik kon weinig vinden, maar het is me toch blijven fascineren. En toen ik in 1976 artsexamen deed, ben ik onmiddellijk naar Maastricht gekomen. Ik zeg tegen Erik, ik was niet van het eerste uur, dat was 75, maar ik ben toch van het tweede uur hier. En nu bijna emeritus in november, ook 65. Ik heb altijd doping en onderzoek naar doping als een zijlijn. Weliswaar nooit officieel erkend, maar financiën was nooit een probleem. Want vooral het ministerie van VWS en een aantal industrieën sponsoren dat. En het is altijd een zijlijn, maar wel een hele productieve zijlijn geweest. Ik heb één keer in mijn leven een amfetamine gebruikt. Maar als proefpersoon, niet als schaatser of wielrenner. Omdat ik toch wel eens wilde weten of al die verhalen nou klopten. Wat ik dan hoorde in het peloton en in die tijd was amfetamine was gewoon het middel wat veel gebruikt werd. Nou, tot mijn grote verrassing, bij maat een fietsergometer testen. En u kunt straks bij de in UNS 40 ook de Kouwberg op fietsen. Nou, het bleek dat met amfetamine dat de Kouwberg minder snel werd opgefietst dan zonder amfetamine. Nou, dat was mijn eye-opener en dat gold niet alleen voor mij, maar dat gold ook voor de andere proefpersonen. Nou, en dat bleek ook een bevinding te zijn die ook andere onderzoekers hadden gedaan. Dus dan vraag je je van, ja, hoe komt het dat iedereen het toch gebruikt in die jaren? Goed, zoals gezegd, alles waar je in gelooft helpt, ook al werkt het helemaal niet. Ja, en dit soort bevindingen versterkte mijn interesse. En die zijlijn, dat is gewoon tot een paar jaar terug, toen ik het laatste project heb gedaan, is eigenlijk zo gebleven. En we hebben in de loop van de jaren verschillende studies gedaan naar de effecten van stimulerende middelen. Nou, de aanleiding is natuurlijk WK wielrennen. En wielrennen wordt meestal in één adem genoemd met dopinggebruik. En in het verleden is dat zeker ook waar. Erik had het net over de geschiedenis. Voor mensen die van theater houden en van fietsen. Fantastische voorstelling van het Maastrichtse toneelgroep in het Derlon Theater. Waarbij de zesdaagse van Sint-Jezus in het kruis. Op een humoristische wijze, maar toch fantastisch weergegeven hoe dat in die beginjaren van wielrennen ging. Dus een aanrader. Maar gelukkig is er in de laatste jaren toch een kentering. Het dopinggebruik is enorm terug aan het dringen. Nou, je hoeft de kranten maar te volgen. Allerlei wielrenners beginnen toch wat gewetensbezwaren te krijgen. Dus we kunnen een inkijkje krijgen in de omerta. In het verleden was er niet over gesproken, maar dat is inmiddels toch veranderen. En op dit moment zitten we in de transitiefase dat doping van een structureel probleem bij het wielrennen toch naar een controleerbaar probleem aan het groeien is. En hoe komt dat? Nou, vooral door strenge controles, maar ook beleid van de UCI, maar ook WADA en andere organisaties om het toch terug te dringen. Ik zal zometeen ook nog een woord wijden aan Armstrong en zo. Eerste vraag. Ondanks het feit dat doping bij fietsen altijd onlosmakelijk is verbonden met wielrennen, is het een belangrijke factor geweest bij de prestatieverbetering? Absoluut niet. De technologische vooruitgang is vooral van doorslaggevende betekenis geweest en niet doping. Bijvoorbeeld aerodynamica. Bij het fietsen, en gisteren bij de tijdrit geldt dat zeker, maximale snelheid proberen te halen, dat ongeveer 75% van de energie die jij moet produceren, die wordt besteed aan het overwinnen van de luchtweerstand. Dus luchtweerstand is de belangrijkste tegenstander naast al die andere wielrenners. En alles wat je kunt bijdragen aan luchtweerstandvermindering, dat vertaalt zich onmiddellijk in meer snelheid. Voeding. Voeding is een belangrijke factor, want bij het fietsen gebruik je heel veel energie. Om een idee te geven over energieverbruik. Nou, een Tour de France renner gebruikt gedurende een etappe, en zeker als er een paar bergen in zitten, tussen de 7000 en 8000 kilocalorie. Een gemiddelde Nederlander ongeveer 2000 kilocalorie.
Dus dat moet allemaal in voedsel, moet dat naar binnen worden gewerkt. Nou, als je dat met gewone conventionele voeding zou proberen, ons maag-darmkanaal kan het niet verteren, bovendien heb je geen tijd om allemaal op te eten. En je moet ook naar het toilet toe, dus dat gaat allemaal niet. De grote doorbraak bij fietsen is de komst van de vloeibare voeding. En ook Maastricht hier heeft daar aan bijgedragen in onderzoekszin. Dus we hebben mede helpen die voedingsmiddelen te ontwikkelen. Eigenlijk vanuit de zuigelingenvoeding in de kliniek toepassing in de sport gezocht. En dat geoptimaliseerd. Nou, dit was eigenlijk de grote doorbraak in wielrennen. En ook als je naar de prestatieverbetering kijkt, en met name de gemiddelde snelheid bijvoorbeeld van de Tour de France, die valt samen met de grote doorbraak bij de voeding. Nou, wat zien we ook? Dat ja, vanaf 76 dat ik hier werk in Maastricht, hebben we regelmatig topmensen gemeten. En tot op de dag van vandaag. Nou, wat blijkt nu? Dat de menselijke motor, zeg maar, het maximale vermogen van de renners, dat is eigenlijk niet vooruit gegaan. Er zijn wel meer mensen die hoog scoren. Dus dat betekent de top is breder geworden. Maar ze scoren niet meer. De wielrenners van nu zijn niet beter dan de wielrenners van 25 jaar geleden. Dus qua vermogen zijn ze hetzelfde. Ja, doping is natuurlijk een beladen onderwerp. Je leest er elke dag over in de krant. Ik hou het vooral wat bij. En in mijn optiek krijgt er ook vaak overdreven aandacht. Er wordt meer aandacht aan besteed dan eigenlijk gerechtvaardigd is. En daardoor lijkt het probleem ook veel groter dan het feitelijk is. En met de media, kijk, geen nieuws is geen nieuws. En slecht nieuws is goed nieuws. Dus alle, en als, ik heb ook wel geleerd van media en in de verkiezingen zag je het ook af en toe, als s'avonds de actualiteitsrubrieken geen nieuws hadden, nou dan maken ze gewoon nieuws. Dan ga je maar discussiëren over coalitievorming en zo. Dus nieuws, media zijn gebaat bij vooral slechte berichtgeving. Dus daardoor lijkt het ook vaak groter dan het feitelijk is. Bij heel veel mensen leeft het idee dat een Tour de France en andere topprestaties zonder doping niet mogelijk zijn. Dat is een groot misverstand. Het kan natuurlijk niet ontkend worden dat sommige vormen van doping het verschil tussen winnen en verliezen kunnen betekenen. Maar ook de huidige sport bewijst dat het zonder doping ook interessant en spannend kan zijn. Ik roep bovendien in herinnering Tyler Hamilton, dopingzondaar, die nu ook weer goed presteert. Contador, die ook net zijn 2 jaar schorsing achter de rug heeft. Nou, hij rijdt ook weer van voren in de Vuelta. Ja, en dus zo zijn er veel meer voorbeelden van mensen die dus ook zonder doping, na een straf, toch goed presteren. Dus ja, ik zeg het vaak in woorden van, om een topprestatie te kunnen leveren moet je een Ferrari zijn. Maar van een lelijke eend kun je met welke dopingmiddel ook geen Ferrari maken. Met doping kun je van die Ferrari, misschien door middel van spoilertjes, kun je net iets sneller maken, maar veel meer zal het niet helpen. Dus nog even voor de duidelijkheid. Ook zonder doping kan goed gepresteerd worden. En dat illustreren dus een aantal dopingzondaars. Doping kan een verschil maken, maar nogmaals, van die de chevaux maak je geen Ferrari. En belangrijk is dat doping nooit kan compenseren voor onvoldoende talent en onvoldoende training. Want heb je geen talent, dus ben je niet al van aard geboren als een toch al een beetje Ferrari, ja, dan kun je doen wat je wilt, maar je zult nooit een Ferrari worden. Dus je moet al, in de wieg eigenlijk, is al beslist wat je potentieel later zou kunnen. En ook onvoldoende training, daar kun je zoveel doping tegenaan gooien, maar je zult het niet redden. Dus ook mensen die gedrogeerd zijn en die dan als een soort zonde worden afgeschilderd, nou die hebben toch een topprestatie geleverd, want ja, die doping heeft misschien wel net een klein beetje verschil gemaakt. Maar het is niet zo dat ze ineens klasses beter zijn geworden. Dus in mijn optiek is betrapt worden op doping is ook geen misdaad. Als je de media en de hele hetze worden ze vaak als criminelen afgeschilderd. Ja, het is een overtreding van de regels. En eigenlijk niet meer dan dat. In wielertermen iemand een kwak geven, dus even een duw geven de hek in of zo, is even onsportief, misschien nog veel onsportiever. Maar heel vaak onbestraft of een berisping of veel meer is het niet. Terwijl dat eigenlijk veel oneerlijker is en ook nog veel gevaarlijker is, in veel gevallen. Dus sporters worden vaak ten onrechte als criminelen afgeschilderd. Want ook zonder doping zou diezelfde sporter ook goed gepresteerd hebben. Dat geldt ook voor Armstrong. Welke middelen kunnen bij het fietsen dan toch het verschil maken? Want de dopinglijst is heel lang. Ik heb net een concept dopinglijst gezien voor 2013.
En tot mijn grote vreugde, iets waar ik jaren voor gepleit heb, maar in zeg maar, politieke klimaten, de tijd was gewoon niet rijp toen ik zeg maar, in die commissie zat. Maar ik heb nu eindelijk gezien dat in het concept voor 2013 een grote doorbraak, dat de criteria voor doping, dat prestatieverbetering, en dat moet, het moet prestatieverbeterend zijn, anders komt het niet op de dopinglijst. Nou, ik heb er jaren voor gepleit, want er stonden stoffen op die helemaal niet prestatieverbeterend zijn. Nou, dat gaat hopelijk nu veranderen per 2013, dus doorbraak. Welke stoffen kunnen het verschil maken? Nou, EPO, waarmee je dus rode bloedcelproductie aanzet. Bloedtransfusies, dit zijn de meest gebruikte vormen bij duursporten. Anabole steroïden, afgeleide van het mannelijke geslachtshormoon van testosteron. Nou, anabole steroïden bij vrouwen helpen ze in alle sporten. Nou, misschien dammen en schaken niet, maar voor de rest overal. Bij mannen niet. Bij mannen werkt testosteron eigenlijk alleen maar bij krachtsporten. Toch is er heel veel misverstand rond doping. En de invloed op prestaties wordt, zoals gezegd, schromelijk overschat. En dat geldt ook voor EPO. EPO heeft tot doel om meer rode bloedcellen aan te maken. En meer rode bloedcellen betekent meer zuurstoftransport. En meer zuurstoftransport betekent meer prestaties. Tenminste, althans, dat is de gedachte. Theoretisch zou je dus meer zuurstof kunnen transporteren in je bloed. En daardoor zou je dus iets meer kunnen presteren. Nou, er zijn heel veel verhalen van wonderbaarlijke prestatieverbeteringen. Maar als je het feitelijk allemaal op de kepel beschouwt, dan blijft van die wonderbaarlijke verhalen vaak heel weinig over. Of er zijn goede andere verklaringen voor. Dus wat zijn de feiten? En een belangrijke vraag, die heb ik als wetenschapper al heel vroeg gesteld, geeft een hogere hematocriet, dus een percentage rode bloedcellen, of meer rode bloedcellen, geeft dat nou betere prestaties? Dus ook EPO en dat soort middelen, doet dat nou werkelijk wat men belooft? Ja, onderzoek in dit soort veld is natuurlijk heel moeilijk, ethische commissies. Nou, ik zit toevallig in de medische commissie van de Internationale Schaatsunie, ISU. We doen al vanaf 2000 bloedtesten bij alle schaatsers. En we hebben een heel databestand. En ja, de vraag die ik mij stelde, is er nou een verband tussen sportprestaties en hemoglobine of hematocriet? Nou, bij schaatsers hebben we zoveel data, heel makkelijk te onderzoeken. Want als er een sport is waar een hogere zuurstofopname, dus meer bloedcellen, een rol kan spelen, is dat schaatsen. Want bij schaatsen is elke afstand een tijdrit, maximaal vermogen. Nou, bij uitstek geschikt om die vraag te onderzoeken. Nou, wat hebben we gedaan in het Olympisch seizoen 2006, dus in aanloop naar Turijn. Van alle wedstrijden waar we bloedtesten hebben gedaan, gekeken of er een verband was tussen hemoglobinegehalte, of hematocriet, of rode bloedcellen, wat je maar wilt, en de prestatie. Nou, wat hebben we gedaan? We hebben gekeken naar nummer 1, nummer 2, dus het podium hier, nummer 1, 2, 3, nummer 4 enzovoort. En we hebben gekeken bij verschillende wedstrijden in het seizoen, van alle nummers 1, hoe waren de hemoglobineconcentraties in dit geval bij de vrouwen? Nou, je ziet om nummer 1 te worden, van 12,5 gram per deciliter. En voor millimolen was ongetrouwd, dan moet je een omrekeningsfactor, maar dat maakt voor de boodschap niks uit. Maar je ziet in ieder geval dat om top te presteren, dat je geen superhoge hemoglobinegehalten hoeft te hebben. Aan de andere kant, er zijn mensen die hele hoge hemoglobines hebben, zoals hier en daar. Maar die is nooit verder gekomen. Deze dan een 7e plaats. En die is nooit verder gekomen dan iets van 20e plaats. En bovendien dat er een hele grote spreiding is, maar geen verband. Het is niet zo dat de top deze hoge hemoglobines hebben, dat die curve dus zo schuin zou lopen. Geen sprake van. Nou, misschien bij de mannen dan wel. Nou, dit is het plaatje bij de mannen. Hetzelfde, dus het podium. Ja, je ziet hier een paar hoge. Nou, dit is een man die is nooit verder gekomen in het seizoen dan de 16e plaats. Blijkt achteraf, we hebben verder onderzoek aan bloedziekte te hebben, waardoor het lichaam meer hemoglobine aanmaakt om te compenseren voor een bepaald defect. Maar in ieder geval nogmaals, er is dus kennelijk bij schaatsen, en ik denk dat je dat kunt vertalen naar het fietsen, geen verband tussen hemoglobinegehalte en prestatievermogen. En dat blijkt ook voor andere sporten te gelden, want ik heb dit gepresenteerd in IOC-WADA-kringen. En toen ik dit presenteerde van die schaatsers, nou, een aantal mensen onmiddellijk in de computers duiken. En
een van de mannen van UCI zegt, god, hij zegt, ja, nu je het zo bekijkt, bij het fietsen zie ik eigenlijk hetzelfde. De man van de atletiekunie zegt, van de IAAF, hij zegt, ja, verrek, dat geldt eigenlijk voor ons ook. Dus natuurlijk, je moet je hemoglobine op peil hebben, individueel, maar om het te verhogen, dat is niet altijd, succes niet altijd verzekerd qua sportprestaties. Dus het lijkt niet altijd verstandig om het aantal bloedcellen te verhogen. En een teveel aan bloedcellen, waardoor het bloed dikker wordt, stroperiger wordt, geeft ook een hogere kans op trombose. Want in de capillaire, ik noem het vaak kreisofielevorming, want onze capillaire zijn zo groot dat de rode bloedcel er net met enige moeite doorheen kan. Nou, als je meer rode bloedcellen hebt, dan wordt het nog moeilijker. En ja, dat betekent dat wat je misschien wint aan transportvermogen, dat verlies je aan doorstroming van de kleine vaatbed. En er zijn natuurlijk in het begin 90er jaren een heleboel atleten in Nederland en daarbuiten overleden. Ja, onverklaarbaar, maar dat viel toevallig samen met EPO. En we hebben hier ook zelf onderzoek gedaan bij een aantal wielrenners, waarvan sommigen hematocrieten hadden van 60%. Dus dat bloed dat wilde bijna met gewone afname, kon je bijna niet in de naald krijgen, zo dik was dat bloed. Nou, er zijn een aantal overleden, dus men heeft wel gezien dat dat geen garantie is voor goede prestaties. En ja, je kunt van de natuur leren, want wat zie je bij sporters vaak, bij duursporters, dat je hemoglobinegehalte zelfs een beetje naar beneden gaat. De hematocriet gaat omlaag. Je krijgt meer bloedvolume, maar vooral meer vocht en minder cellen, waardoor de stroom door de capillaire gemakkelijk wordt. Ja, als je dit zo hoort, denk je van ja, maar dan is het toch heel dom om doping te gebruiken. Ja, is het waarschijnlijk ook wel. En toch wordt het gebruikt. Hoe komt dat? Ja, dat komt omdat men in de sport gewoon denkt, en in de sport en rond de sport, dat het gewoon helpt. Altijd. Onvoorwaardelijk. En ze denken dat anderen ook gebruiken. Aardig voorbeeld, ik was een aantal jaren geleden bij een wereldkampioenschap schaatsen ergens in Italië. En dat een van de buitenlandse schaatsers die won daar, en dat een van de Nederlandse schaatsers tegen me zei, god, jammer, dat is wel raar, heb je die wel gecontroleerd? Ik zei, luister, dat klinkt toch wel een beetje gek. Want toen jij vorig seizoen op het podium stond, toen heb je die vraag helemaal niet gesteld. Ik zeg, waarom bij haar wel? Ik zeg, maar ik kan je verzekeren, ze is bij ons al lang op de korrel, ze is schoon, allemaal prima. En het ging over Sablikova overigens, die dus Europees kampioen werd toen. Maar geeft even aan dat sporters vaak denken van, oh ja, maar die anderen die gebruiken ook wel. En iedere prestatie, die is maar één verdacht. Wat ook meestal onterecht is. Sporters zijn korte termijn denkers. De voordelen van korte termijn, hè, sponsorbelangen, geld, inkomen, prestige, aanzien, die worden natuurlijk veel belangrijker geacht dan mogelijke risico's op langere termijn. En we moeten niet vergeten de druk van de omgeving. We doen er allemaal aan mee. Want van sommige sporters wordt ook wel heel veel verwacht. Hè, soms heb je zo dat, ja, vooral als je de media gelooft, de media doet daar natuurlijk heel druk aan mee, dat eigenlijk de medailles, ja, die kun je bijna per post oversturen, want de medailles zijn bijna al verdeeld. Behalve als het toernooi er is, want ja, die sporter is dan vaak toch niet bestand tegen die druk. En ja, kan daar geen weerstand tegen bieden. En die medailles worden toch anders verdeeld dan aanvankelijk gedacht. Maar publiek, coach, sponsors. Ik heb zelf met eigen ogen gezien dat een sponsor tegen een sporter zegt, ja, je bent toch wel, ja, je staat toch wel, je hebt een duur sponsorcontract en de prestaties blijven toch een beetje achter. Ja, wat doe je dan als sporter? En als er dan een dokter is die zegt van, ja, maar ik kan je misschien helpen, ja, wat doe je dan? Dus de druk van buiten moet niet onderschat worden. Die is heel hoog. En wat is een belangrijke factor? En een van mijn stagiaires heeft ooit eens onderzoek gedaan bij atleten, dus bij de Internationale Atletiekunie, via een enquête, om de kennis te toetsen van atleten over doping, inhoudelijke kennis. Nou, die is bedroevend slecht. Ik moet zeggen dat ik zelf jaren geleden regelmatig door de KNWU, de Nederlandse Wielerunie, gevraagd werd om een praatje te houden over doping. Meestal voor ex-wielrenners die voor trainer in opleiding waren. En een van mijn vragen was ook altijd aan het gezelschap van, luister, wat weten jullie van doping? Ik kan me nog herinneren dat Weiland Gerry Kneteman zei, ja, maar ja, volgens de dokters, nee, luister, maar die dokter, dat weet ik wel, maar wat weten jullie er zelf van? Ja, heel weinig. Inhoudelijk weet de sporter vaak heel weinig. En die verlaat zich volledig op zijn omgeving
en gelooft alles. Ja, sporter wil graag geloven dat iets helpt. Nou, dat wil je heel graag geloven, dus die doet er graag aan mee. Dus doping is er altijd geweest en zal er ook altijd blijven, want mensen blijven mensen. Die zullen altijd proberen de grens op te zoeken en zullen blijven manipuleren. En heel vaak, en dat geeft meteen het gebrek aan kennis weer, wordt doping nogal eens op een vrij domme manier gebruikt. Fino Kurov, die nu gelukkig weer rijdt, ook goed rijdt, ook weer een voorbeeld van iemand die gepakt is en die toch weer goed rijdt. En natuurlijk haarschep in de gaten wordt gehouden. Fino Kurov, die is een aantal jaren geleden gepakt na een bloedtransfusie tijdens de Tour de France. Alleen die had het bloed niet van zichzelf gepakt, maar van een ander. Ja, dan ga je antilichamen, heel makkelijk aan te tonen. Iedereen weet dat, althans, dat denk je. Is toch gepakt, dus een vrij domme manier van doen. David Miller, die ook op een vrij, ja, ook bloed van een ander pakte, wat ook makkelijk aan te tonen was. Dus die kennis in het wielerpeloton en vooral in de omgeving, want je hebt natuurlijk hulp nodig, je kunt dat nooit alleen, die is, wordt vaak schromelijk overschat. En ja, waarom is doping nu toch een stuk moeilijker geworden om te nemen? Omdat de mazen van het net wel heel klein zijn geworden. De detectiemethodes zijn heel goed op dit moment. Hè, met massaspectrometrie en allerlei ingewikkelde technieken kun je bijna één molecuul in een zwembad aantonen. Bovendien een biologische paspoort, waarbij je dus biologische variabelen in de tijd volgt. En ja, je weet wat normaal de normale breedte is en de normale fluctuaties. En schouder dat daar boven en buiten komt en aan bepaalde criteria voldoet, ja, dan is dat toch wel abnormaal, opvallend. Dus biologisch paspoort is toch iets nieuws. Krachtig wapen tegen doping. Regelmatig allerlei biologische variabelen volgen. En het is op dit moment volgens de regels zelfs toegestaan als een van een belangrijke variabelen duidelijk aan een aantal criteria voldoet en niet anders verklaard kan worden dan door manipulatie, dus niet door welke andere mogelijke oorzaak ook, dat een atleet gewoon gestraft kan worden. De ISU was de eerste, overigens, eerste organisatie die een sporter gestraft heeft. Dat was Claudia Pechstein destijds in 2009. Die op grond van biologisch paspoort afwijkende bloedwaardes dus gestraft is. Op dit moment worden hormoonprofielen en bloedprofielen gebruikt. Ja, dat zijn ook de stoffen die het meest gebruikt worden. Het meest, als er iets helpt, dan zijn dit de stoffen die helpen. En de mazen van het net zijn nu wel heel erg klein geworden. Nou, hoe wordt gecontroleerd? In competition, dat betekent alle wielrenners die vanmiddag finishen, of vandaag finishen, zeker het podium nummer 1, 2, 3, worden sowieso gecontroleerd, moeten urine afgeven. En er waren een aantal at random, bij steekproef. En wordt urine onderzocht, wordt bloed afgenomen, wordt allemaal onderzocht, profiel wordt bijgehouden. Maar een veel krachtiger middel is de out-of-competition testing. De onaangekondigde controles buiten de wedstrijden. Want zowel EPO als anabole steroïden, ja, die moet je niet in de wedstrijd pakken, want dan ben je geheid positief. Of, en terwijl het effect pas na een week tot een paar weken aanwezig is. Dus die moet je in de voorbereidingsperiode gebruiken. Nou, dat weten de dopingcontroleurs ook. Dus die sporters krijgen wat vaker bezoek. En zo gauw je in het biologische profiel, in het biologisch paspoort, wat afwijkingen ziet, dan krijgt zo'n sporter die krijgt wat vaker bezoek, onaangekondigd. En dat is een heel krachtig wapen. En op dit moment ben je dus positief als of in urine is wordt gevonden of ook het profiel afwijkend is. Ook al is in urine geen stof aantoonbaar. En er zijn nu inmiddels verschillende sporters zijn daar slachtoffer van geworden. Kan doping worden uitgebannen? Nou, ik denk het niet. Nooit helemaal, want mensen zijn mensen. Dat net als je kunt borden zetten 50 kilometer, 100 kilometer, 120. Zo altijd mensen die harder rijden. En mensen zoeken gewoon van aan de grens op. Dus is de strijd hopeloos? Nee. Maar het is wel tot een randprobleem teruggedringen. En ik denk dat ja, men op dit moment aardig op de goede weg is. Belangrijk is voorlichting aan sporters. Dus op dit moment wordt veel inspanning gegeven via voorlichting. Ook via internet natuurlijk, websites enzovoort. Vooral belangrijk, ban pseudo-experts en charlatans uit de sportwereld. Want dat zijn vaak de kwalijke figuren. Natuurlijk controle, biologisch paspoort
En natuurlijk een sanctie als er overtredingen zijn. En belangrijk, en dat is ook weer een doorbraak bij WADA, ik zag nu ook in het concept voor 2013, dat men nog weer actiever probeert de wereld rondom de sporter, om die aan te pakken als er een overtreding is. Want die sporter is vaak, heel vaak de goede trouw. En de omgeving wordt nu ook meegestraft. Dus daar is WADA op dit moment druk bezig om er ook aan te pakken. Ja, dit is natuurlijk een heel pretentieus plaatje. Doping, sport zonder doping. Nou, zoals gezegd, dat zal nooit helemaal uitgebannen worden. Maar het zal een blijvende uitdaging zijn voor iedereen die zich met sport bezighoudt. En omdat sporters altijd zullen blijven gebruiken, zullen dopingcontroles altijd moeten blijven. Maar ik hoop wel dat er toch een heel klein probleem wordt teruggebracht. Ik heb al vooruitlopend al even op een vraag. Dit was mijn laatste plaatje, maar ik heb toch nog één. De zaak Armstrong. Want die vraag komt ongetwijfeld. Ja, het voordeel met doping is heel gering. Dus ook al zou hij gebruikt hebben in het beginjaren, rond 2000, sluit ik dat absoluut niet uit. Geen bewijs, maar iedereen gebruikte in die tijd. Blijkt ook wel, want als je nu de Tour de France overwinning moet geven aan anderen, dan blijkt nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6 allemaal al betrokken geweest op doping. Dus zeg van ja. Dus ik vind het ook een hele goede geste van de UCI dat ze een generaal pardon willen geven. Bovendien, hij fietst niet meer actief. Ja, hij doet triathlons nu. Dus mijn idee is ook, laat het gewoon zitten. Want als de USADA, dus de Amerikaanse dopingorganisatie, antidopingorganisatie, doorzet, ja, je hebt alleen maar verliezers. En ik denk nu op dit moment dat USADA een beetje aan het verliezen de kant is. Want strategisch heeft Armstrong waarschijnlijk een hele slimme zet gedaan. Hij heeft op een gegeven moment gezegd van, luister, er zijn 10 verklaringen van mensen. Ik ben de enige die verklaringen moet kunnen weerleggen. Maar ja, tegen 10 schriftelijke verklaringen van mensen waarvan een aantal notoire leugenaars zijn, waarin in het verleden allemaal leugens en list en bedrog hebben gebruikt, die bovendien door USADA beloofd is van, luister, als jullie dat ding ondertekenen, dan krijg je 6 maanden straf in plaats van 2 jaar. En dat doen we in de winterperiode van oktober tot maart. Daar heb je het minste last van. Ja, hoe onafhankelijk ben je dan? Dus Armstrong heeft gezegd, nou luister, daar kan ik niet tegen vechten. Dat is op voorhand bijna een verloren strijd, of dat verlies ik. Dus ik geef het terug. USADA had ineens geen casus meer. En de beslissing over die overwinningen, die moest door de UCI en de ASO. ASO, dat heeft een andere betekenis dan wat velen erbij hebben. Maar dat staat voor de organisatie van Tour de France, dat is de ASO. Die moeten nu de beslissing nemen. En ja, de voorstel van de UCI is nu van, luister jongens, laten we vooral naar de toekomst kijken, leren van het verleden, maar ons blik op de toekomst. En ja, als je Armstrong aanpakt, ja, dan moeten we waarschijnlijk het hele peloton aanpakken. Dus generaal pardon, iedereen die niet meer actief sport, laat de zaak rusten en leer daarvan voor de toekomst. Nou, ik denk dat het een hele goede zet is. De laatste dagen lees ik ook weinig meer over Armstrong. Dus ik hoop ook dat het op die manier afloopt, want zeker de laatste jaren, ik heb zijn bloedwaardes gezien, in WADA-kringen zijn urinecontroles gezien. Daar is geen kwaad woord van te zeggen. Dus die overwinningen zijn absoluut niet gestolen of niet door bedrog tot stand gekomen. Laat die man zijn prestaties houden, want het blijven topprestaties. En bovendien, hij doet op dit moment heel veel goeds in andere kringen. Dus ik ben heel blij met de generaal pardon. Dit was mijn laatste dia, dank u wel. En nu heb ik wel tijd voor eventueel andere vragen. Ja, ik zie achteraan zie ik een hand, ja. Ja. Kun je wel inzetten om je trainingsarbeid te intensiveren? Dat het dus niet voor de wedstrijd is, maar eerder voor de conditieopbouw? Ja, maar de vraag is, ik weet niet wie er even staan heeft, kun je EPO inzetten als training? Theoretisch kun je het natuurlijk doen, want jouw vermogen gaat als je in de marge, je moet niet te veel gaan met je hematocriet omhoog, want dan krijg je dus last van de stroperigheid van het bloed. Maar een klein beetje zou theoretisch dat je misschien iets intensiever kunt trainen. Dat heeft men niet toegestaan, want EPO is te allen tijden verboden en te allen tijden zegt men, je moet het op natuurlijke krachten doen.
Want wat heel veel mensen dus denken, dat topprestaties zonder doping gewoon niet mogelijk zijn. Het is vanmorgen voor L1 geweest en dan werd ik de vraag gesteld. Ja, maar kunnen we dat van sporters vragen? Ik bedoel, zijn dat geen onmenselijke prestaties? Nee, zeker niet. Mensen kunnen dat gewoon. Een aantal jaren geleden is de Tour de France werd gezegd, ja, de etappes zijn misschien veel te lang, we moeten de etappes gewoon korter maken. Nou, ik kan u verzekeren, de etappes kun je korter maken, worden gewoon harder gefietst. De prestatie wordt precies zo, die atleten vliegen erin, dat zie je tegenwoordig al met lange etappes. Hè. Vanaf de eerste kilometer vaak vliegen ze erin. En zeker met die vloeibare voedingsmiddelen kunnen ze dat blijven doen. En als mensen dus niet zouden kunnen, zouden ze van de fiets afvallen. Dan zouden ze het echt niet doen. Dus dat soort prestaties kun je gewoon van mensen vragen. Nee, dus, Tour de France is natuurlijk een geweldige, zware uitputtingsslag. Waar de sterksten met het beste maag-darmkanaal, die het beste kunnen herstellen, uiteindelijk winnen. Dus ik ben geen voorstander van om een bepaalde vorm van doping in de training wel toe te staan. Gewoon, naturel is naturel. Heb ik hiermee uw vraag beantwoord? Ja, het was meer omdat het beeld wel eens geschetst werd in de media dat sporters het niet deden voor de wedstrijd, maar juist daarvoor. En dat ze daarmee het onderscheid konden maken. Maar, omdat u aangaf dat het onderscheid maar heel minimaal is, vroeg ik me af of dat een zinnige opmerking was. Nou, de opmerking is in zoverre denk ik niet zinnig. Kijk, een van de bijwerkingen van welke vorm van doping ook, dat is acuut geheugenverlies en inventieve allerlei smoesen verzinnen. En dit is natuurlijk fantastisch als je het zo kunt draaien en zeggen, ja, maar dat zit niet zin. Nou, het is gewoon onzin. En daarom zegt ook de WADA en UCI en al die organisaties, luister, doping is verboden te allen tijden. En dus ook voor de training, dan moet je maar iets meer rusten, want of dan wordt er te weinig gerust en te veel getraind. En je moet het niet zoeken in middelen. Dus ik ben daar niet voor. Ja, Harm, mooi verhaal. Ik had even een vraag. Eigenlijk geef je in je verhaal aan dat er niet zoveel van doping te verwachten is, dat het toch voornamelijk een placebo-effect lijkt te zijn. Nou, voor een deel in ieder geval. Hè? In ieder geval, daar is heel veel geloof voor nodig. Maar de vraag is natuurlijk ook, want het gaat eigenlijk allemaal om toppers die nog een verschil willen maken. We zetten ook geen lelijke eentjes en Ferraris op de Formule 1. Allemaal Ferraris. Dus wat is nou dan volgens jou de verklaring, die toch wel van het verschijnsel wat al vaker wordt genoemd, dat in de tijd van Pantani en zo, er veel sneller de Alpe d'Huez op werd geschreven dan tegenwoordig? Ja, Pantani's record is overigens volgens mij verbeterd inmiddels door Armstrong. In de jaren daarna. Nou, er was wel een tijd toen Armstrong gereden heeft. Ik heb het niet zo paraat, maar ik let natuurlijk specifiek op dat soort dingen ook. Bij een wedstrijd als een Alpe d'Huez oprijden, waar heb je mee te maken? Je moet natuurlijk vermogen hebben, maar je moet je warmte kwijt kunnen. Dus de temperatuur, de omgeving, de vochtigheid speelt een belangrijke rol. Moraal, hoe ben je ingesteld? Pantani is ook op fietsergometers gezet, dus men heeft vermogen bij hem gemeten. Nou, hij heeft gewoon heel hoog vermogen. Maar uiteindelijk moet jij die energie, die moet jij gewoon omzetten. En de verklaring bij Pantani is ook niet dat hij een opgevoerde motor had die ineens veel meer kon. Of gewoon hij in die tijd, hij is wel betrapt op gebruik van EPO. Zijn hematocriet was ook lichtjes verhoogd. Dus theoretisch heeft hij daar iets voordeel bij gehad. Maar veel belangrijker zijn er toch het geloof in. Nou, een aardig voorbeeld is dat Vinokourov. Wij waren in die periode van de Tour de France in Duitsland op vakantie. En de ZDF, die elke dag hadden ze een uitgebreide uitzending. En Vinokourov op een bepaalde dag werd geïnterviewd. En ja, nee, vandaag ging het allemaal niet zo goed. En de moraal was ook niet goed. En de volgende dag won hij. En hij heeft vandaag goede moraal. En hij had er ook ingevlogen. Nou, toen werd hij betrapt op gebruik van bloedtransfusie. Van vreemd bloed. Maar dat geeft ook vooral aan dat de moraal, geloof in hem, en dat ken ik zelf in de sport ook. Hè, als je kwaad bent of je zo kunt oppeppen dat je topprestatie kunt leveren, dat is een belangrijk effect. Ik heb ook van doping verschillende keren gezien dat mensen gebruikt hebben of dat vertellen. Als het in de kop niet goed zit, dan lukt het ook niet. Dus de placebo-effect speelt ongetwijfeld een rol. Om even een idee te geven van de grootte. Bij EPO heeft men een vermogenstoename van een aantal procenten gemeten. Ze zeggen een paar procent, maar ja, goed. En als je zegt, als jij je band net iets eerder over de meet drukt, dat is natuurlijk nog geen 10%. Dus uiteindelijk in die top kan het net het verschil maken.
Maar welke vorm van doping ook, toch het geloof in is een belangrijke factor. Amfetamine is aangetoond dat jij dus minder vermogen kunt leveren. In de 70 jaren gebruikt iedereen amfetamine bij belangrijke wedstrijden. Niemand had kennelijk opgemerkt dat jij zonder amfetamine, ook naar het Kouberg, dus waar je maximale vermogen moet fietsen, net iets makkelijker naar boven komt. Iedereen geloofde erin en ook al werkt het niet, het helpt wel. Dus om enig antwoord te geven op je vraag. Maar die Armstrong vorm heeft het record van Pantani later verbeterd. Ja, meneer, ik kreeg in 1999 een college van u, toen ik net begon met studeren. En dat was na de tour van Festina, 98, die verschrikkelijke Tour de France. En toen sprak u over gelijke woorden van ja, laten we deze periode afsluiten, we kijken vooruit. Dit vind ik heel erg overeenkomen met nu wat u net zegt en wat u misschien in lijn met de voorzitter van de UCI, Pat McQuaid, ook zegt. De vorm was nog uitgesproken, generaal pardon. Voor een hele generatie wielrenners. Vindt u het dan ook niet naar uw eigen werk kijkt een beetje een belediging van uw eigen werk? Dat je dan zegt van ja, we gaan nou dadelijk weer een periode van ruim 10 jaar, weer een hele generatie wielrenners vrijpleiten. Laten we maar zeggen, okay, we gaan het niet meer over hebben. U heeft 10 jaar lang, en vanaf, dat vind ik leuk, toen ik kwam weer studeren, ik dacht nou mooi, die gaat daar werk van maken. U heeft daar 10 jaar lang toch wel op werk van gemaakt om het op te lossen en om het aan te kaarten, of tenminste op te sporen. Maar ja, ik lees het boek van Hamilton, ik lees het boek van Miller, ik denk van nou, daar heb ik toch een paar dingen gemist. Vindt u het geen beleving voor mijn eigen werk dan? Nee, toch niet. In ieder geval, ik ben blij dat je toch iets van college hebt opgestoken, iets vast hebt gehouden. Nee, want kijk, in 1999, ik pleit ervoor nu om een pardon, en Lade was al bezig, die had een verjaringstermijn van 8 jaar. Dus ook bij Armstrong, zijn laatste overwinning was in 2004, als ik het goed heb. Dus je zou net in die periode vallen, dus dat is zo van, oké, 8 jaar is het verjaard. Ik vind dat elke sporter die nog actief is, in zijn sport, en die betrapt is in zijn carrière, ja, dan moet je proberen de onderste steen boven te krijgen om in ieder geval, binnen die 8 jaar uiteraard, om te kijken of daar niet valse overwinningen bij zijn. Maar als iemand echt gestopt is, ja, dan is mijn idee van, ja, ik vind 8 jaar vind ik een redelijke termijn, maar als je dat doortrekt, in de tijd dat ik schaarste, nou, bij de mannen hadden we er niet veel last van, maar de vrouwen hadden heel veel last van de DDR en van de Russen. Waarvan we weten nu dat ze allemaal aan de anabolen waren. Ja, hoe ver moet je teruggaan en moet je al die medailles dan? Geef me zeggen, oké, leer van het verleden. Probeer dat toe te passen op de toekomst. En mensen die gestopt zijn met een carrière, denk oké, soit. Toen keken we er zo tegenaan. We gaan nu vooruit kijken. Dus als Armstrong nu nog steeds gefietst had, had ik gezegd, oké, kijk om, probeer dat na te gaan. Maar ja, nu hij gestopt is inmiddels, zeg ik van nou. En voor Hamilton overigens, generaal pardon, Hamilton heeft een straf gehad, hè. Die heeft een straf gehad, die is nog steeds actief, Contador is nog steeds actief. Daarvan zeg ik niet van, nou, ik weet niet of er nog zaken lopen, laat nu maar zitten. Nee, het gaat over oude dopingzaken van mensen die inmiddels gestopt zijn. Daarvan zeg ik van, leer eruit en pas die kennis toe op de toekomst. En nou ja, denk maar, oké, destijds waren we niet slim genoeg, ze waren slimmer dan wij, maar laat dat rusten. Maar ik denk wel dat ze nu als slimmer zijn, even slim zijn als... Ik denk dat in die tijd de dopinggebruikers en de omgeving soms de controleurs wel eens wat slim af was. Maar ik denk dat het inmiddels veranderd is. Ik heb natuurlijk van heel nabij de zaak schaatsen Pechstein meegemaakt. En ik heb in de begintijd van het tegen mijn collega's gezegd, luister, ze zijn ons nog te slim af. Want iedere keer ontsnapten ze de dans tot uiteindelijk een hamer tegen een lamp liep. Nou, dat geeft wel aan dat in sommige kringen, en zeker voormalige DDR, sommige Russische, die hebben toch hele slimme manieren. Maar ik denk op dit moment dat de dopingcontroleurs, en zeker met de biologisch paspoort, auto-competition testing, dat de controleurs in ieder geval toch op gelijke voet staan met de zondaars en het toch heel lastig wordt om nog te gebruiken. Ja? Adam, er zijn tegenwoordig ook veel voedingssupplementen waar prestatievorderende effecten aan toegedicht worden. Waar ligt de lijn tussen voedingssupplement en doping? En
in hoeverre kun je het gebruik van megadosis voedingssupplement verdedigen ten opzichte van doping? Die vraag is een goede vraag. Afgelopen tijd was het zo dat om op de dopinglijst te komen, waren er 3 criteria. Prestatieverbetering, schadelijk voor de gezondheid en de derde tegen de geest van de sport, onsportief gedrag. En als er maar 2 van de 3 voldeed, dan stond het op de lijst. Nu is zo, bij 2013, dat het criterium is, er moet bewezen prestatieverbetering zijn. Nou, van koolhydraten zo is dat zo. Het moet schadelijk zijn voor de gezondheid en dan niet dat je een beetje hoofdpijn krijgt als je heel veel te gebruiken, maar echt medische problemen. En het moet als oneerlijk worden beschouwd. Maar de prestatieverbetering staat bovenaan. Nou, als je naar supplementen kijkt, voldoet een prestatieverbetering. Schadelijk voor de gezondheid? Ja, denk niet. Is oneerlijk? Nou, als iedereen daar gebruik van kan maken, is het ook niet oneerlijk. Geen risico's. Dus dat komt niet op de dopinglijst. Dus ik denk dat de dopinglijst aanzienlijk korter kan worden nu, vanaf 2013, dan dat die op dit moment is. En er zijn ook heel veel van die grensgevallen, corticosteroïden. We hebben zelf onderzoek naar gedaan. Nou, corticosteroïden, wat natuurlijk de geneeskunde heel veel gebruikt, werken katabool, afbrekend. Ja, ik heb al vaak gezegd, ik kan me nauwelijks voorstellen dat je van corticosteroïden beter gaat fietsen of schaatsen of wat dan ook. Maar goed, het stond op de lijst. Heel veel gedoe, want ja, wat zoveel gebruikt, moet je allerlei uitzonderingen. Nou, ik denk dat met 2013, want alle onderzoek wat gedaan is aan corticosteroïden bij sporters, geeft duidelijk aan dat er geen prestatieverbetering is. Als er al iets is, zo'n prestatieverslechtering. Nou, dat soort dingen gaan van de lijst af. De morfine-achtige analgetica, pijnstillers, stonden op de dopinglijst. Nou, wordt niet veel gebruikt. Bij het Olympische Spelen in Athene, een Belg, die probeerde spierpijn tegen te gaan, die had iets van morfine gepakt. Dat is positief. Maar ja, morfine ga je nu niet echt beter van presteren. Nou, dat soort middelen gaan allemaal van de lijst af in de toekomst. Kijk, bijvoorbeeld een nitraat nu. Is de prestatie bevorderend? Ja, is het schadelijk? Weten we nog niet. Ik denk dat daar nog te weinig onderzoek naar gedaan is. En is het beschikbaar voor iedereen dan? Ja, dat ligt dan denk ik aan hoe schadelijk dat het is, wie je wel en niet gaat gebruiken. Nou ja, je moet, kijk, middelen die toegelaten zijn op de markt, en waarvan aangetoond is, die zullen dan tegen het licht worden gehouden. Ik denk dat de WADA-commissie dit soort nieuwe middelen die er zijn, toch met de nodige prudentie zullen behandelen en misschien een voorlopige status geven. Maar ik ben wel heel blij nu dat de doping, zeg maar, lijst de criteria, dat prestatieverbetering nu als criterium nummer 1 staat, dat je in ieder geval geen stof op de lijst krijgt meer die met prestatieverbetering niks te maken hebben. Marihuana. Bijvoorbeeld. Nou, dat het probleem is nu binnenkort opgelost. Want er zijn sporters die voor marihuana, een stikkie roken, betrapt worden. Als dopingzondaar, als misdadig worden afgeschilderd, een schorsing krijgen. Ja, dat heeft met prestatieverbetering heel weinig te maken. Nou, dat soort toestanden zullen waarschijnlijk kwijt zijn. Kijk, er zijn altijd natuurlijk grensgevallen. Maar ik geloof in de wijsheid van de mensen die erover beslissen. En ik ben dat betreft optimistisch. Kijk even naar de tijd. De laatste vraag, want het is 1 uur geweest. Als laatste vraag. U heeft in een van de laatste dia's stelt u voor, omdat ze van waarde dacht ik dat niet alleen de sporter, maar juist een entourage aangepakt wordt. Ja. En wat voor sancties moeten we dan denken? Even in het extreme als het gaat om artsen bijvoorbeeld. Ja, dat is een goede vraag, maar een moeilijk punt om te effectueren. In WADA-kringen is er lang over gediscussieerd, van ja, moeilijk aan te pakken. Nou, men wil nu in 2013, wil men proberen voor elkaar te krijgen om artsen die op enige wijze met doping te maken hebben gehad, en die een atleet behandeld hebben, dat die in ieder geval in de sport niet meer toegelaten worden. En als een sporter zijn heil zoekt bij dat soort dokters, dat die dus ook schorsing of een waarschuwing in ieder geval, dat er toch iets aan gedaan wordt. Natuurlijk een bekende dokter is dokter Fuentes. Ik durf het bijna geen collega te noemen. Maar als je kijkt wat Fuentes deed, dat was op een hele slimme manier geld de zakken van de sport kloppen. Want als je kijkt hoe hij zijn sportpraktijk deed, ja, daar lust er honden eigenlijk geen brood van. Allemaal obsolete manieren van bewaren en van de administratie. Dus dat er geen ongelukken zijn gebeurd is eigenlijk nog een wonder.
Maar goed, iedereen, al die sporters geloofden. Hij had een goede clientele. En hij was een kwakzalver, maar wel een goed betaalde kwakzalver. Dat moet ik wel toegeven. Nou, dat soort mensen, als dus aangetoond kan worden dat een sporter nu naar zo'n dokter is geweest vanaf 2013, dan kan dat ook leiden tot een sanctie. Niet direct 2 jaar schorsing, maar in ieder geval, er wordt toch aandacht aan besteed. Dus er is, zit beweging in die richting. Zou u misschien een voorstander zijn dat op dat lokale overheden, nationaal niveau, ja, aanpakken? Maar dat is natuurlijk moeilijk, want als een Nederlandse arts bij een buitenlandse ploeg is, ja, hoe controleer je dat? Dus het is een moeilijk punt. Maar er wordt ongetwijfeld verder over nagedacht. En ik moet zeggen, toen ik de dopinglijst concept afgelopen week, want die is heel nieuw, vers van de pers, althans concept, en die had ik als medisch commissielid van ASU had ik die dus gekregen ook, om er commentaar op te geven. Ik moet zeggen dat ik verheugd was met de ontwikkeling, dat dingen waar we jarenlang voor gestreden hebben, nu toch eindelijk lijkt voor toegepast. Dat is de laatste vraag.